Ja mensen, welkom bij Kermis TV. Daar zit ze, de vrouwke van het Brabants busje. Ik is voor de kijkers thuis, geheugenopfrissingsgebeuren. Ik was een keer te gast bij het Brabants busje van Omroep Brabant, weet je niet. En op een gegeven ogenblik, ik allemaal daar beurten en zo, en gezelligheid, je kent dat allemaal wel, sloten ze me op in het busje. Ja, dat is gewoon busje, hè. Ja, het is een beetje oude rotzooi, maar het is toch leuk. En ik vind de rood-wit geblokte, dat vind ik ook leuk. Dat ga ik bij mijn wagen ook doen, denk ik. Nou, Nicole, genoeg gouden hoed hier volgens mij, want we moeten de kermis op, hè? Ja, we hebben een berichtje gekregen van Bart om met hem de kermis over te gaan, dus laten we doen. Kijk, gezellig. Dan gooi ik de boel op slot hier. Hey! Tijd om te gaan. Hey! Wat krijgen we na? Ja, sorry, nog daarvoor. Oh, sorry, dat werkt ook altijd goed. Nee, maar ik moet wel toegeven, ik was op een gegeven ogenblik bevrijd. En toen kreeg ik wel gewoon een glas water. Uiteraard, toch? En ik riep nog, bier! Oh, oh. Bier! Bier! Oh, oh. Ja, het was zo warm. Wij dachten, je is een beetje hydrateren, maar... En je moet goed hydrateren, precies. Dus dan lust ik een pilsje. Maar goed, genoeg erover. Ik ben blij dat je hier te gast bent. Hoe is uw naam? Nicole. Nicole, dat vind ik een schone naam. Dank je. Wezenlijk waar. Moet je gerust weten, ik heb de Aati heel gerig gehoord. Als ik een vrouwtje tegenkom die Nicole heet, heeft ze meepzaad stripje voor. Nou, dat is mooi. Ja, echt waar. En hoe bent u hier zo terechtgekomen? Ja, ik kreeg een telefoontje of ik langs wilde komen voor een interview met Ferry. Daar zeg je natuurlijk geen nee daar tegen. Daar zeg je geen nee tegen. Ik denk dat jij het over het busje wilt gaan hebben. Ik vind het heel leuk om het over het busje te hebben, zeker. Nou, vertel het maar eens. Hoe staat het ervoor? Ja, we staan weer op de kermis ook, hè, dit jaar. Ja, dus, zegt hij. Ja, zeker. Op ja. Dezelfde plaats weer. Zelfde plaats weer. Oh, nou, dan kom ik wel weer een keer buurt, hè. Ja, dat is goed. Dan krijg maar je deze keer een pilsje. Maar ik kijk wel uit. Ja, dat snap ik. Dat valt nu mee. We hebben nou een elektrisch busje, hè? Ja. Heel boeiend, hou deze act vast en dan schakelen wij ondertussen over naar de Tilburgse kermis. Hallo allemaal, ik ben T-reporter Eos Sauwas. We zijn hier vandaag op de kermis en ik ga vandaag voor Kermis TV de Hellraiders testen. Let's go! Nou, dames en heren, deze attractie was echt superleuk. En ja, mijn bril is ergens. Ik heb de GoPro gelukkig nog wel bij. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doei! Elektriek busje? Ja. En de oude, waar gaat daar naartoe? Daar wordt dan niet gesloopt of niks? Nee, nee, nee. We zijn even aan het kijken waar we die de beste plek kunnen geven. Maar ik hoop dat we die als museumstuk ergens bij Omroep Brabant neer kunnen zetten. Nee, anders weet ik nog wel een adresje. Ik kan nabellen, hè? Dan regel ik het. Nou, goed om te weten. Dan hoor je van mij. Ik kan nabellen met Van Boeschoten Automobielindustrieën. Uiteraard, ja. Yeah.
Dus, als ik het goed begrijp, jullie stappen na de kermis, dan gaan allemaal mensen ondervragen en zo. Ja, mensen kunnen ze echt weer op pad sturen, dus we zijn echt op zoek naar leuke kermisverhalen en gaan ook echt met mensen zelf de kermis over. Ja, ja. En je sluit ze niet op deze nee, keer. Nee, we sluiten ze deze keer niet op. Nee, letten we beter op. Nou, dan zal ik een oproep, of trouwens, jij moet ook ergens tegen de kijkers thuis zeggen dat je er stapt. Ja, dat is goed. Maandag, camera A. Ik zeg daar. Camera A. Nou, maandag tot en met vrijdag. Vanaf de 24 staat Brabantsbusk op de kermis. Wil je gezellig op de foto? Heb je nog een goed verhaal? Laat het even weten. Ik kunde jij dat goed. Nou, bedankt. Heb je daar voor deur geleerd? Nee, dat niet. Oh, nou, de natuurtalent. Goed, Nicole. Merci. En bedankt. Jij bedankt. Ik krijg net van de regie te horen dat wij gewoon overschakelen naar een ander item. Hi, goedemiddag. Ik kom mijn shirt ophalen en mijn startnummer. Ja, dat klopt, dat ben ik. Dankjewel. Gaat goed komen. Nou, dat is gelukt. Startbewijsje binnen. Mooi shirtje erbij. Ik ben helemaal klaar voor de kermisrun 2023 en ik ga jullie meenemen. Ja, ja, het is eindelijk zover. De kermisrun gaat vandaag echt van start. Ik ben er helemaal klaar voor volgens mij. Of trouwens, nog even omkleden. Zo, nu ben ik er helemaal klaar voor. Ik ga jullie meenemen. Let's go. Hoi Benno, gisteren had ik het plan om op de kermis een goed stuk in mijn kraag te zuipen. Daar is niks mis mee, lijkt me. Nee, het probleem zit in bekers. Hoewel ik alle inspanning waardeer en duurzaamheid bewonder, door hergebruik van bekers, plastic bekers te gebruiken, dus het invoeren van staatsgassysteem, moet ik in een aandacht vestigen
op het aanzienlijke oncomfortabelheid van de inconventie. Het belangrijkste probleem is dat ik wil bespreken dat het... Dat het buitensporig afstand is, ben te overbruggen om statiegeld bekers terug te brengen. Maar de loopafstand van 1,5 kilometer om enkele bekers terug te brengen, lijkt mij onredelijk. Ontmoedigend, dit is vooral nadelig voor mensen die moeilijk te been zijn. Of te veel hebben gedronken. Daar was hij. Wat vind jij ervan? Nou ja, ze hebben natuurlijk een punt. Hè? We gaan wel iets doen, hè? Daar ben jij voor, hè? Dat gaan we doen. Spa rood en een cola zero zonder ijs. Ja, ik kom deze twee bekers inleveren en dan wil ik hier 2 euro terug. Dus u krijgt maar 50 cent per beker terug en u mag ze gaan inwisselen in de Heuvelstraat. In de Heuvelstraat, ben ik koekwouzen zeg. Ja, de 2 bekers en wil ik 1 euro. Ja, nee, dat is echt waar. Die zit hier in de studio op de bank. Ja. Nee, dus is het echt, Beppi? Ja, dat snap ik dat jij wilt komen, maar dat gaat mooi in de deur, jongen. Nee, ik heb ze in de studio. Ja. Nee, aardig keertje. Oké, Fred, hallé. Jarenlang zei ik fan geweest van Beppi. En nou is het dan zover. Alles verzamelde ik van haar. Ik volgde haar op de voet. En nou zit ze gewoon hier levendig en al op de bank. Beppi, welkom. Dankjewel, Ferry. Nou, het is met een grote eer dat jij hier eindelijk zit. Nou, het is wederzijds. Moet je het weten. Nou, ik vind het superleuk dat ik hier eindelijk mag komen. Ja, ik vind het ook hartstikke leuk. Maar ik hoop dat jij mij niet kwalijk neemt, maar er moet mij toch iets van het hart. Oh. Ik heb jou namelijk betrapt op heulen met de vijand. Oh. Ja. Jeetje. Ja. Daar heeft men heel veel pent gedaan. Wilde dat wel geloven? Nou, ik schrik er een beetje van, moet kijk ik eigenlijk zeggen. Kijk mij eens al. Ja, ik kijk. Kijk mij eens op. Nou, eerlijk zeggen. Jij hebt mij heel veel leed gedaan. Oh, Ferry toch? Nou, yeah. Daar schrik ik van, jongen. We hebben belastend materiaal. We gaan ook daar nog kijken. En ook vandaag gaan we natuurlijk de kermis over met de vraag van de dag. En dit keer was het, wat maakt de Tilburgse kermis voor u zo bijzonder? Omdat die kermis van armoe zijn bestaan heeft gekregen. Want vroeger in Tilburg, textielstad, waren de mensen allemaal zo arm als iets. Nou, daar staan we dan. Dit was de aflevering waar ik in voorkwam. Ik vond het echt superleuk. Mooi zonnetje, daarom zonnebril op de slippertjes, over de kermis. Hoe mooi is dat? Nou, vond je het leuk? Ik vond het heel leuk om te doen. Ik vond het vooral heel erg gaaf hoe dat iedereen heeft gereageerd. Nou, je hebt heel goed gedaan. Presenteren bij zwieren en zwaaien. Dat had ik niet van jou gedacht. Nou, sorry Ferry. Jarenlang zei ik fan van jou. En dan vraag ik mijn eigen af, Beppi. Waarom? In vredesnaam, waarom? Ja, wat is er mis met Kermis TV? Ja, helemaal niks, Ferry. Nee, het zou wet heen moeten komen. Dat had ik niet achter jou gezocht. Och, Ferry, toch. Ik voel me nergens overgooien. Nee, dat snap ik, jongen. Maar weet je wat ik is? Ik weet na hoe jij over men denkt. Nee, dat is helemaal niet waar. Dat ik zo diep heb kunnen zinken. Ik bedoel, dat jij zo diep hebt kunnen zinken. Nooit gedacht. Weet je wat het was? Nou? Hij heeft het gewoon gevraagd. Oh. Hm? Oh, ja. Yeah.
Ja, zo kan het ook. Nou goed, dan vraag ik jou bij deze. Wilde jij in mijn programma een item hebben? Dat zou ik echt te gek vinden, Ferry. Ja, dat weet ik wel zeker dat het te gek is. Dus ja, kies maar een item uit en je komt op tv. En dan ben je een goed programma. Ja, dan moet ik even heel goed nadenken. Ja, doe het maar op story, hoor. Wat jullie doen is eigenlijk allemaal hartstikke leuk. Het is allemaal even goed. Het is allemaal geweldig. Daarom. Ja, het liefste wil ik met jou, natuurlijk. Tuurlijk. Wat denk je? Ja, ik doe maar een idee aan de hand, hè. In de booster met een Benno. Nou, ja, daar wil daarna niet. Daar ga ik ook geen nee tegen zeggen. Maar ik ga er nog even goed over nadenken. Doe het maar op een gemaakje, hè. En geef me maar een belletje, hè. Dat gaan we doen. Wij gaan even kijken naar de avonturen van José van der Zaande. Ja, er loopt hier van alles binnen, hè. Pas geleden kwam er een. Die zei van, zo juffrouw, ik ga eens even goed mijn rug verlengen. Ik zeg, dat is goed meneer, dat moet de vrouw doen. Ik zeg altijd, het loopt hier gelijk rond, hè. Dus, maar goed, nog drie kwartier was hij nog niet terug. En ik denk bij mijn eigen, zijn rug wordt wel heel lang, hè. Hij zal er nog bij moeten gaan staan. Ik denk, ik zal toch eens even gaan informeren. Dus ik klop op die deur. Ik zeg, meneer, hoe is het, alles goed? Och, mevrouw, zei. Ik heb in mijn broek gekakt. Ik zeg, ja. Dan kunnen we toch wel van die wc afkomen onderhand. Nee, zei. Want ik ben nog bezig. Ja. Ja, dank u. Meneer Verhoek, je hebt helemaal gelijk. Het niveau is abonium. Een grote bout. Nee? Nee, dat niveau moet omhoog. Dat klopt, je hebt er helemaal gelijk aan. Maar dat ga ik na voor u regelen, want we hebben er hier een, dat is een intellectueel. Ja. Ja, en die doet schrijven het ene boek naar het andere, komt eruit. Ja. En gedichten en poëzie. En moeilijk, jongen. Daar begrijp jij zelfs niks van. Ja, nee, dat komt na het interview. Nee, kijk maar. Oké, allee, Kees. Sees bedoel ik. Welkom, Frank van Parmelen. Ja, dankjewel. Wat leuk om hier te zijn. Jij bent een intellectueel, hè? Jij zegt het. Geef het maar toe. Ja, we hebben jou hier gevraagd om het niveau van het programma omhoog te brengen. Oh. We kregen klachten van allemaal kijkers die zeiden, het is toch zo ordinair. Ja. En die gasten die jullie hebben, nou gewoon zo volks en zo banaal. En dus hebben we jou gevraagd. Nou, ik ben vereerd, Ferry. Ja, dus ik hoop dat jij het niveau een beetje omhoog kunt brengen. Wat heb je allemaal gedaan, Listed? Ik ben gisteren begonnen op het Koningsplein.
En toen ben ik doorgelopen naar de Paleisring. Ja. Yeah. En daar heb je een boek geschreven? Nee. Nee? Nee. Hoezo niet? Nee, omdat ik ben in zo'n ding gegaan dat heel snel rondgaat, zeg maar. Dus ja, maar heb jij helemaal geen boek geschreven dan? Nee. Oh. Nee, daar had ik geen tijd voor, want ik ben toen, want ik wilde ook nog naar zo'n dat Luna Park, weet je wel? Ja, dat je daar je voeten dan opzet. Ja, maar daar gaat het naar, jongen. Over cultuur, hè? Niveau. En hoe zit hij met poëzie dan? Heb ik geen poëzie? De mooiste poëzie komt van de kermis zelf. Ik vind het wel mooi dat als je... Ik liep langs zo'n ding, dat was op het Piersplein. En er stond iets van winnen, je hoeft alleen nog maar te pinnen. En dat vind ik poëzie. Dat ja, vind ik maar poëzie. Ik bedoel, jouw nieuwste bundel. Hey. Ja? Daar heb ik niet bij. Hey, jij zit toch wel in een toneelstuk op zijn minst, of iets? Nee, ik zit niet in een toneelstuk. Nee, want daar had ik geen tijd voor, want ik ben toen doorgelopen naar de Heuvelring. Ja. En toen ben ik in de Botswagens gegaan. Ja, we hebben nog meer cultuurdingen. Ja. Dus geen dichtkunst of niks? Nee, nu niet. Nee. En compromisloze bewegingsperformances? Behalve toen ik in de chiropractor zat, ja, toen had ik af en toe wel wat... En abstracte schilderkunst, kubisme, pointillisme, noem het maar op, ik kan me het verrekken, als maar niveau, hé! Hey. Ballet voor mijn part, stik me niks! Ballet, ik? Ja, nee. Jij. Modern ballet, zonder muziek, met jongen op gezwier, de zaad rollen. Ik heb wel door het zand gerold, maar dat was omdat ik die halve meter worst... En daar gaat! Ik heb jou niet voor niks hier gevraagd. Met uw ordinaire kermispraat. Wij willen niveau en we krijgen te horen. Ik heb een boekwacht op. Ja, dat kan ik zelf ook. Ik zit te wachten op Tchaikovsky en de Vijfde Symfonie van Mahlert. En ballet. En een moeilijk boek. En poëzie. Ja. Au. Goedendag. Elektrische wagens. Zee. Maar goed. Ik moest er in naar het ziekenhuis brengen, dat Maria. Mij spoed, zei dus, een beetje deur doen, alsjeblieft. Ik zeg, ja. En wat jij wilt, maar mag ik jou iets vragen? Ja, zei, acht maar kort houdt. Ik zeg, waarvoor moet jij met zo'n spoed naar het ziekenhuis? Ja, zei, dat is een beetje een aardig verhaal. Maar mijn jonge heer, mijn klokkenspel, mijn pilemoos, die is helemaal oranje uitgeslagen. Ik zeg, ja, dat is aardig. Ja, hij zei, echt niet geloofd, wilde hem zien. Ik zeg, nou, houd de maas alsjeblieft binnen. Ja, het is heel aardig, zei. En terwijl ik toch niks bijzonders doe, gewoon alle dagen hetzelfde. Ik zeg, wat doe jij dan zo heel de dag? Oh, zei, een beetje internet en een paprika chip fruiten. Ja. Au.
bij Kermis TV met vele speciale gasten. En daar zit er weer één. En nog één zie ik. En met wie hebben wij het genoegen? Met Davy Mone uit Tilburg. Davy Mone? Oh, jij zet er een van Mone? Ja, ze zeggen het. Ja, dat geen idee. Ik al. En Davies, je hebt jullie Joey meegenomen, zie ik. Ja, jij kon hem niet thuis laten, hè? Ja, je kunt hem moeilijk in Keulark duwen, hè? Ja. Dan laat hem hier maar zitten. Hij doet toch niks verder, hè? Nee, hij is best lief. Oh, nee, dan is het goed. Want allemaal trammeland, dat moeten we niet, hè? Nee, dat is niks. En wat zijn uw hobby's? Wat zijn mijn hobby's? Ja, eigenlijk zorgen voor mijn kind. Ja. En mijn hobby's zijn ook vooral zingen. Zingen? Ja. Laat mij raaien. Jij gaat hier zingen. Of niet? Ja, een liedje kan best. Ja, dat wil ik zeggen, want jij bent toch niet van een buitje aan hier naartoe gekomen, hè? Jawel, want ik wou eigenlijk gewoon jou eens leren kennen en mijn zoon ook. Ja, maar als je toch zet, dan ga ik je zingen ook. Nou, als jij dat wilt, doe ik voor jou een liedje zingen. Heb jij een orkestbaan bij? Ja. En ik hoop wel dat het Nederlandstalig is. Ja, dat denk ik wel. Dat is goed, daar hou ik van, hè? Want Engelstalig, daar vind ik allemaal niks. Hè? Dat verstaat hij niet, niet, hè? Dat verstaat ik niet. Dat verstaat hij niet, hè? Net als Duits, dat verstaat ik ook niet. En ze hebben nog veel meer talen die ik helemaal niet kan verstaan. Wat denk je van Frans? Verstaat je je moe van? Ik heb Frans wel, maar Frans ken men niet. Ja, precies. Italiaans moet men ook niet meer aankomen. En mijn Spaans ook niet. Spaans ook niet? Nee, doe nee, maar niet. Gewoon Nederlandstalig. Gewoon op z'n Tilburgs op tegen. Ja, dan hoor ik het liefst. Doe er geen Tilburgs zingen dan? Ik zing van Tilburg tot Zoetermeer tot Rotterdam. Ik kom op het moment eigenlijk overal. Oh, overal? Ja. Maar in het Tilburgs? Nee, ik zing ook niet op z'n Tilburgs. Dan moet je het eens proberen. Dat is lage baas. Dat is iets anders. Ja. Kun jij ook een beetje koken? Ja, een beetje. Want wij zoeken er hier nog een, hè? Want die van de kantine van beneden, die is weer weggelopen, hè? En daar zitten wij hier heel de dag friet te fretten. En op een gegeven moment lusten we wel eens iets anders. Een bordje groensoep? Ja, als het maar goed vet is. Ja, maar groensoep kun je zo vet maken als je wilt. Nou, dan moet jij, dan zullen we na de uitzending gaan wij het erover hebben. Maar jij gaat naar eerst zingen. Ja. En dan moet je zeggen bij podium A, door Ginderwerd. Oké. Okay. Ja. Ja. Davy! Jongens, start een band! Tim! Start een band! In welke was het ook alweer? Even kijken. Oh! Oh, wacht. Oh, nou, dan zal het deze wel wezen. Of deze. Ja, ik zal even. Ja, ik denk deze, ja. Zo! Zonder het te weten, wanneer ik van jou. Zonder het te weten, was ik heel de dag bij jou. Nooit zal ik die nacht meer vergeten. Niemand die dit ooit kopen kan. Zal niemand weten. Jij alleen weet daarvan. Het is heel lang geleden dat ik jou voor het eerst zag. In mijn herinnering hoor ik nog jouw lieve lach. Wat jij voor mij betekent, zal niemand weten. Jij alleen weet daarvan. Thank you.
ja. Zonder het te weten, was ik heel de nacht bij jou. Nooit zal ik die nacht meer vergeten. Niemand die het ooit kopen kan. Zal niemand weten. Jij alleen weet daarvan. Jij alleen weet daarvan. Ja, mensen, deze waar weer Kermis TV. Mijn naam is Ferry van der Zaande en ik zou willen zeggen tot de volgende Kermis TV. Hallo!